Welkom bij weer een nieuw Most Cutest filmpje. Ik ga vandaag deze Meiji Hamburger Kit proberen. Do-it-yourself candy kit. Hij is best wel simpel, maar ik denk dat hij heel erg lekker is. Dus ik wil hem toch heel graag uittesten. Dit is de verpakking. Hij is van Meiji. Dat is een andere grote Japanse snoepfabrikant. En ja, Yatayman Burger. Ik denk dat hij zo heet. Dit zit erin. Gummies. Ketchup. En hamburger buns. Het eerste wat ik doe is de broodjes in tweeën breken. Zo. En de bovenkant is met sesamzaadjes. En daar moeten de gummies op. Eerst een burger. Ik heb twee plakjes kaas, dus ik heb twee cheeseburgers en één gewone burger. Doe ik de kaas erop. En nu overal een blaadje sla op. Afmaken met een beetje ketchup. En ik maak ze af door het broodje erop te zetten. Nou, ik ben gek op snoepjes, dus het is een kit naar mijn hart. Ik heb heel veel zin om op te eten. Maar dit was voor mij is echt heel simpel, maar toch wel grappig. De Meiji Hamburger Kit. Waar je een knapperig broodje belegd met gummies maakt. Nou... Wil proeven, hè? Kan niet anders. Heerlijk. Lekker. Echt een lekker... Nou, snoep gewoon. Snoep met een knapperig koekje erop. Het is wel een beetje gek om gummy in combinatie met dat wafeltje te eten, maar... Lekker. En de jam ertussen maakt het lekker juicy. Dus ja, heerlijk. Ik ga ze straks lekker allemaal opeten. Volgens mij moet ik ze delen trouwens. Maar dat ga ik gewoon doen. Dat zijn ze. Gewoon een klein mini hamburgertje. De set van Meiji kun je nu op de site vinden. Dus als je het ook wil gaan proberen, dan kun je hem daar bestellen. En dan kun je ook lekker hiervan snoepen. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!